Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Berg van de groep van de Bor, Bouw en Hartog. DVS in balbezit via Frank van der Burg. Benjamin Roemion. Nog steeds Benjamin Roemion. Gelijk met een schot. Nu Osterk. Roemion. In het strafschopgebied nog steeds. Roemion zet de bal voor. En, een kopbal van Olivier Pilon. Dat had beter lot verdiend. Prima begin. DVS 33. Pilon. Prima. Hij zag dat Benjamin Roemion buitenspel stond. Frank van den Burg. Prima voorzet. Daar prachtig gespeeld. Prachtig uitgespeelde aanval. DVS 33. Schitterend. Via Koen Vloedgraven. De bal prima voorgezet. Prachtige assist. En Olivier Pilon die hoeft hem alleen maar eventjes rustig het doel in te tikken. 0-1 in het voordeel van de Wespen uit Ermelo. Weer een mogelijkheid voor DVS om uit te breken. Dit kan prima. Talloze mogelijkheden waren er. En dat is prachtig gespeeld daar. Ja, en inderdaad, de 0-2. Olivier Pilon direct op de plof. En de keeper kan niks anders dan die bal via de binnenkant van de voet. Ik dacht zelfs dat hij gepoord werd door Olivier Pilon. Prima bal daar, Olivier Pilon. En daar Benjamin Roemion alleen op de keeper af. En hij scoort de 0-3. Wederom zo'n prachtig uitgespeelde aanval van DVS 33. Koen Vloedgraven, mooie voetballende actie. Robert de Vries kijkt, paast, Hans Hartog. Nu een schot en inderdaad Koen Vloedgraven. Ja hoor, eindelijk Koentje die daar prima scoort. Koen Vloedgraven. Benjamin Roemion pakt de bal gewoon af van Hans Hartog en geeft de paas op Olivier Pilon. En die geeft Koen Vloedgraven de mogelijkheid om de 5-0 te maken, maar hij verzuimt. Ik denk dat je de kansen niet groter krijgt om te scoren zo. Dit is een prachtig doorlopende aanval van DVS. Maar Koen Vloedgraven verzuimt eventjes te scoren. Komt die bal weer. Wederom. Hard en overduidelijk. Osturk. Eindelijk krijgt hij zijn minuutje. Oktay Osturk. Daar waar hij goed in is. Ik wou net zeggen, eindelijk iets wat op een aanval lijkt. Pilon, prachtig gelanceerd. En schiet die bal onhoudbaar binnen. Olivier Pilon, prima gespeeld. Keeper baalt aan zijn stekker. Hij vond dat hij hem moest hebben. Maar Olivier Pilon dacht er anders over. En schiet hier de 0-6 binnen. Olivier Pilon. Hoekschop van DVS op het hoofd van Mark Bouwman. Achterin is Barry Powell. Schiet hem uit de moeilijke hoek. Heel mooi binnen. Dat is een prachtige goal van Barry Powell. Wat is 07 DVS 33, doelpuntenmaker nummer 38, Barry Powell. Barry Powell scoorde net. Mooi op het randje aangespeeld. Oliver Pilon. Julian de Ruiter. Iedereen mag meedoen vandaag. 0-8. Julian de Ruiter. Robert de Vries. Julian de Ruiter. Prima gezien. Prachtige paas op Robert de Vries. Wederom goed gepaast. Julian de Ruiter. Barry Powell. Barry Powell draait wat. Keert wat. En hier komt de 0-9 via de keeper. Staat Olivier Pilon daar precies op de goede plek om de 0-9 aan te tekenen. En Olivier Pilon. Die daar met zijn derde doelpunt kwam.
Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.